daar kennen we de Lamborghini Gallardo al. 10 jaar is heel erg veel productietijd voor een normale auto, maar zeker voor een sportauto. En in die 10 jaar zijn er dan 13.000 stuks gebouwd. 13.000 Gallardo's. Dat is heel erg veel. En kunnen we waarschijnlijk stellen dat deze Gallardo misschien wel de meest succesvolle Italiaanse sportauto is. Aan alles komt een eind, dus ook aan de Gallardo. En dan komt er ergens ver in 2014 een opvolger van deze auto. En die gaat dan geen Gallardo meer heten. Momenteel bouwt Lamborghini elke 5 kwartier een nieuwe Gallardo. En dat willen ze graag een beetje rekken, want ze verdienen gewoon goed aan deze auto. En dat doen ze door hem een heel klein beetje op te kalevateren. De voorkant is iets gewijzigd, de achterkant is iets gewijzigd. Voor ons in elk geval reden genoeg om een dagje te sturen met de Gallardo 65-4. Uiterlijke wijzigingen van modeljaar 2013 Gallardo zijn beperkt. Trapeziumvormige bumperpartij aan de achterkant en aan de voorkant. En dan gaat het eigenlijk om dit gedeelte met deze steun ook. En in helemaal niets is dit een overjarig model. Hij is 10 jaar oud. Maar als je hem dan zo ziet staan met dat bestuurderscompartiment heel dicht achter dat voorwiel. En dan die hele grote achterkant die dus ruimte biedt aan die 10-cilinder. Dan kun je niet anders stellen dan dat Luc Donkerwolken, de Belg die deze auto heeft getekend, erg goed werk heeft geleverd. Geschiedenis herhaalt zich eigenlijk best vaak, hè? We kennen Pagani. We hebben een poosje geleden met de Pagani Huayra gereden. Het fabriekje zit in Modena en meneer Pagani, Orazio Pagani, werkte bij Lamborghini. Hij dacht, ik kan het zelf ook. En precies datzelfde deed Ferruccio Lamborghini. Hij had in de jaren 60 een fabriekje, daar bouwden ze tractoren en verdiende hij best wel veel geld mee. Hij kon dus een Ferrari rijden. Dat deed hij, alleen zijn Ferrari had de nare eigenschap af en toe stuk te gaan. En als hij dan stuk ging, dan reed hij naar Maranello, dan belde hij aan bij Enzo. Dan zei hij, Enzo, die Ferrari is weer stuk. Bouw nou eens een goeie. Waarop Enzo hem beledigde en zei, Ferruccio, jij bouwt tractoren, ik bouw sportauto's. Ferruccio reed terug naar Santa Gata en ging aan de slag. Hij verzamelde een aantal ingenieurs om zich heen en hij ging aan de slag en hij bouwde een sportauto. En inmiddels zijn we dus 50 jaar verder en is Lamborghini een merk met faam. En binnenin merk je dan toch wel dat de jaren een beetje zijn gaan tellen. Maar laat ik even beginnen met iets positiefs. In 2004 reed ik al eens in een Gallardo. En dat ding dat zat me toch slecht in elkaar. Zeg, niet normaal. De tellers die zaten zelfs scheef in het instrumentarium. Het rammelde, het kraakte. Het was gewoon echt ondermaats. En dan moet je deze Gallardo denk ik een beetje zien als een goede fles wijn. Die wordt beter naarmate die langer ligt. En dan steekt deze auto, deze Lamborghini, zo goed in elkaar nu. Echt Ferrari niveau hoor. Heel mooi afgewerkt. Alles voelt heel erg goed aan. Ja, en als je dan kijkt naar die middenconsole, dan zie je een Audi A8 van 2 generaties geleden. Het is allemaal wat ouder. Dit scherm ook. Je kunt op een knopje drukken en dan gaat het open. Er zit geen harde schijf achter, maar een ingang voor een DVD. Ja, weet je? Wat maakt het uit? Het gaat namelijk om die machine daar achter je rug. Die 5,2 liter V10, dat is natuurlijk een pareltje van een motor. Niet voor niks gebruikt Audi een groot gedeelte van dat blok. Jongen, jongen, wat een snelheid zit erin. Moet ik eerlijk zeggen, we rijden in een Gallardo op winterbanden. Namelijk op de Strada Provinciale 21. Die loopt ergens een beetje tussen Bologna en Maranello door het binnenland. En hier kan het 's winters ook winter zijn. En dus hebben ze bij Lamborghini bedacht, er moeten winterbanden onder. En dus hebben we een Gallardo die een beetje beweegt, die een beetje zoekt. Waarbij je ietsje eerder moet remmen dan normaal. Maar dit is echt een gave sportauto. Het is geen Ferrari, hè? Natuurlijk is het geen Ferrari, maar het is ook niet de leak van een Ferrari. Een Ferrari, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, hè? In een Ferrari merk je aan alles de know-how die het merk heeft met racerij. De dingen stammen van de Formule 1 af, maar ook van allerlei andere raceklassen.
kennis is er niet bij Lamborghini. Nee, bij Lamborghini bouwen ze een hele andere auto. Ze willen ook helemaal niet een soortgelijke auto bouwen. Het moet een auto zijn waarin een hoog showgehalte zit. Hij moet er dik uitzien. Hij moet geweldig klinken. En uiteraard moet hij ook heel erg hard gaan. En natuurlijk is het ook wel een precisiewapen hoor. Maar het is niet zo'n precisiewapen bijvoorbeeld als een Ferrari 458. Dat is een auto waarmee je op een weg als dit waarschijnlijk zomaar een seconde per kilometer harder gaat. Maar dat maakt niet uit. Het feest in deze Gallardo is er echt niet minder om. En als je hem dan op Corsa zet, dan klinkt hij echt subliem. Ik denk eigenlijk dat zo'n V10 gewoon lekkerder klinkt dan een 8-cilinder. Flippers achter het stuur die moeten groter. Dit zijn van die plastic dingen. Er moeten van die grote magnesium platen achter dat je nooit misgrijpt. En dan is de zitpositie ook een beetje terug in de tijd. Je zit eigenlijk ietsje te hoog. Je zou ietsje meer onderuit moeten zitten. En verder is dit echt een feestmachine. Oh, dat geluid. Dat is zo voortreffelijk. En ja, dan die versnellingsbak. Gerobotiseerde zesbak. Heel veel commentaar heeft Lamborghini erop gekregen. Want dat zou allemaal te lomp zijn en het past er niet bij. Nou, ik vind dat het er wel bij past. Het past precies bij het merk. Show, uitstraling, gekkigheid. En die bak die is lomp hoor. Die geeft klappen in je rug. Maar hij doet wel precies dat wat hij moet doen. Dat is snel schakelen. Met een heleboel emotie en een heleboel beleving. En dan kunnen we stellen dat deze Gallardo misschien ingehaald is. Ingehaald door Ferrari. Misschien zelfs ook wel ingehaald door de 911 GT3 die er binnenkort aankomt. Maar hij is niet achterhaald. Hij is absoluut niet achterhaald. En dat zegt zoveel over het ontwerp van deze auto. Destijds was hij zijn tijd vooruit. En nu valt er nog steeds heel erg mee te leven.